van de Bredabaan, waar de tramsporen vakkundig werden dichtgelegd. Johan Misseeuw is alvast fan van het nieuwe parcours. Ik ben zelf bewust van het idee dat het gewaagd is, absoluut. Vandaag aan een wedstrijd die ze zich nog lang zullen heugen. Antwerpen is niet alleen stad en haven, maar beschikt over enkele mooie poldergemeenten die door het peloton worden aangedaan. 12 kilometer na de officieuze start op de Bredabaan in Merksem wordt de officiële start gegeven aan de voormalige open. Fabriek aan de Noorderlaan. De Torensweg is de zwaarste kasseistrook op het parcours en door het onweer van de voorbije nacht bedekt met een flinke laag. Modder. Liefst 6 keer moeten de renners over deze kasseien, die op de rug ook extra glad kunnen zijn door het natte gras. Gelukkig raakt iedereen ongehavend over deze strook. We rijden een eerste keer richting Nederland en het zijn ook twee Noorderburen die de eerste aanval van de dag opzetten. De vluchters zijn Sjoerd Kouwenhoven van Metek en Maurits Lammertink van Roompot. Onze twee leiders werken goed samen en dat resulteert in een voorsprong van meer dan een minuut. Het zijn trouwens geen onbekende namen. Kouwenhoven was eerder al goed op dreef in de Antwerpse havenpijl en kent dus al een deel van het parcours. Deze Maurits Lammertink heeft zijn beste vorm te pakken. Hij won vorige week de vierde etappe in de Tour du Limousin en werd enkele dagen geleden vierde in de Druivenkoers. Op de Hogerwaardweg, een strook van meer dan 2 kilometer, moeten Lammertink en Kouwenhoven al wat van hun voorsprong inboeten. Topsport Vlaanderen, met hier op kop Belgisch kampioen Preben van Hekke, voert het tempo aan in het peloton dat terugkomt tot op 36 seconden. We zijn met onze twee leiders in Ossendrecht en dat betekent dat we op Nederlands grondgebied zijn aangekomen. In het peloton krijgen we dan een vreemd beeld te zien, want daar krijgt Topsport Vlaanderen steun uit onverwachte hoek, met name die van tweevoudig winnaar Aidis Kriopis, de Litouwse kampioen. We zijn er, de top. Kunnen zien we? We zien ze zwaar. De rest is er.
Erop, hè. Kijk, de spirit je wel hierin, man. Goeie man. Dat was een herrijger. Het peloton komt langzamerhand dichter op Lambertink en Kouwenhoven, maar voor één man gaat het niet snel genoeg. Tussen het peloton en de leiders in zien we dat Dimitri Klaes de sprong naar voren heeft gewaagd. Terug op Belgische bodem duiken we in Zandvliet echt het veld in, met de onverharde strook van de koele weg die uit... Dat heb ik een gemakje doen, hè? Je biedt dat peloton, zo dat de moeite is. Mond aan Café de Leeuw van Vlaanderen. Klaes komt hierdoor op 30 seconden van de leiders. Het peloton volgt nog 20. Op zijn droog, hè? Ja. Je moet hier stil blijven staan. Hey, Woutje! Mooi, jongen! Daarin is het Wout van Aert die zich uitleeft op zijn terrein. Vele wegrenders ontdekken hier dat veldrijden echt wel een kunst is. Dimitri Klaes begon veelbelovend aan zijn achtervolging, maar blijft nu toch al een tijdje hangen op die halve minuut. De overtuiging bij de Gentenaar lijkt wat weg. Dat betekent vooral dat deze twee een goed tempo onderhouden. De twee leeftijdsgenoten vinden elkaar prima en willen graag met de voorsprong beginnen aan de volgende reeks kasseistroken.
Dimitri Klaes heeft het begrepen en laat zich uitzakken. Aan het wedstrijdbeeld verandert er voorlopig niet veel. Kouwenhoven en Lambertink rijden nog steeds op kop, maar de voorsprong die slinkt nu wel tot onder de 20 seconden. Ondanks de 64 kasseistroken en de 18 onverharde wegen gaat bijna geen enkele renner tijdens deze wedstrijd tegen de grond. De motors hebben het veel moeilijker op dit parcours. Onder andere Frans van Zitteren van de wedstrijdjury smakt samen met zijn motaar tegen de grond en moet afgevoerd worden. We wensen beiden alvast veel beterschap. Onze twee vluchters zijn ondertussen aangekomen in de bevoorradingszone in Stabroek met een bonus van slechts 15 seconden. Die moeten ze zo dadelijk verdedigen op het Moorland, een onverharde strook midden in een maïsveld en pas sinds vorige week aangelegd. En dat Moorland brengt al snel spektakel, maar niet hetgene dat je zou verwachten. Wachten. De renners raken op hun dunne tubus beter door het slijk dan de wagens die zich noodgedwongen op kant moeten zetten. Kleine groepjes renners komen uit het maïsveld gereden en dan zien we dat Topsport Vlaanderen bij de les is met vier renners bij de eerste 15. Hier met Preben van Hekken in een tweede groepje. De wagen van de wedstrijdjury heeft zich ondertussen compleet vastgereden op het Moorland. Er moet beroep gedaan worden op de lokale hulpdiensten om de juryleden uit hun precaire situatie te verlossen. Geen wedstrijdjury betekent dus helemaal geen wedstrijd en de koers wordt geneutraliseerd. Eentje van Bora gaat er rechts in beeld zelfs even bij liggen. Organisator Ben Simons overlegt ondertussen samen met het Antwerpse politiekorps of en hoe de wedstrijd nog kan doorgaan. De renners daarentegen zijn in een opperbeste stemming. Voor hen is deze halve veldrit een plezierige variant op de klassieke eendagskoersen. Thank you.
Jongens, hoor. De wedstrijd gaat door, maar een nieuwe passage door Moorland wordt geschrapt. In gesloten slagorde begeven de renners zich naar de nieuwe officiële startplaats in Berendrecht. De wedstrijd heeft een uur stilgelegen. Tijd om het vuur weer aan de lont te steken, denken ze bij Topsport Vlaanderen. Koplopers Kouwenhoven en Lambertink werden na de passage van het Moorland gegrepen. We zitten op het Booswegske, een onverharde weg die ook de oudste verbindingsweg is tussen Berendrecht en de andere dorpen. Topsport Vlaanderen neemt de wedstrijd volledig in handen. Zij zijn vandaag de te kloppen ploeg. Andere kanshebbers als Dimitri Klaes, Gorik Gardijn en wat verderop Wout van Aert laten zich gewillig meedrijven. Dit zijn de Antwerpse polders en de haven verenigd op één prachtig beeld, samen met een peloton dat op het lint wordt getrokken. Er wordt duidelijk tempo gemaakt, enkele renners moeten op de kasseien een paar lengtes toestaan. We nemen even de poolshoogte bij Stijn Steels, maar die zit niet bij een nieuwe kopgroep van 16 die wegrijden op de Torense weg. Daarbij liefst vier man van Topsport Vlaanderen met Tim de Klerk, Oliver Naassen, Jelle Wallijs en Edward Teuns. Verder nog Wout van Aert en Tim Merlier, twee veldrijders van vastgoedservice Golden Palace. Hier gaat Robin Stenwy van de kop af.
Voor de stagiair van Wantigroep Gobert kan de organisatie beter. Ook Dimitri Klaes van Verandas Willems, Ludwig de Winter van Wallonie Brussel en Gorik Gardijn van Veran Classic Ecoy zitten in deze kopgroep met nog 3 man van Bora. Dat zijn Huzarski, Matska en Postelberger. En ook nog 2 Nederlanders, Wouter Mol van Cycling Team De Rijke en Tim Arissen van Cycling Team Jopiels. En zowaar ook een Japanner met Tanzu Tokuda van Champion System. De organisatie van de schaal zelfs pakt niet alleen uit met passages over kasseien, onverharde wegen en dichtgemaakte tramsporen, maar ook met een doortocht door het middelbare scholencomplex Pito in Stabroek, waar onze leiders met een voorsprong van een halve minuut doortrekken. Deze slagbomen zullen in ieder geval blijven openstaan tot de laatste renner is gepasseerd. Op iets meer dan 60 kilometer van de aankomst demareert Jelle Wallace, de winnaar van Dwars door Vlaanderen en de Grote Prijs Criquelion lijkt vertrokken voor een solotocht, want achter hem is het vooral lonken geblazen. Topsport Vlaanderen legt de achtervolging helemaal lam en dan springt Robin Stenuy weg. Stenuy moet een gat van 50 meter dichten op Wallace en slaagt daar ook in. Het gaat de man uit Ottigny trouwens voor de wind dit seizoen met bijna 10 overwinningen. Zijn mooiste was zonder twijfel de Memorial van Koningslo. Stenuy heeft met dat stevige lijf van hem het profiel van een klassiek renner à la Christophe en Bonen. Hij vlamt over de kasseien en is bovendien nog snel aan de meet ook. De twee krijgen even later het gezelschap van Ludwig de Winter van Wallonie-Bruxelles en ook van Tim de Klerk, een ploegmaat van Wallace. Maar daarachter laten ze niet begaan. Wout van Aert neemt de achtervolgers op sleeptouw en hij overbrugt de laatste 20 meter op de 4 vluchters. En net op het moment van de samensmelting gaat Jelle Wallace nog eens versnellen. De winter past en Wallace kan met wat uitstel toch aan een solotocht beginnen. Al snel pakt Wallace, die volgend seizoen uitkomt voor Lotto Soudal, 100 meter op zijn eerste belagers. Op de onverharde stroken neemt een ontketende Wallace meer en meer afstand, maar het is nog ver. De West-Vlaming heeft nog 55 kilometer voor de boeg. De achtervolgers kijken al tegen een achterstand van bijna 45 seconden aan. Wallace heeft de koele weg achter de rug, maar er liggen op hem nog 14 kasseistroken en 4 onverharde wegen te wachten. Ook in de Grote Prijs Criquelion stond er 3 maanden geleden geen maat op deze Wallace en ook nu blijkt hij te kunnen putten uit een groot krachtenarsenaal. De voorsprong loopt ondertussen op tot een minuut. Tijd voor een babbeltje met ploegleider Walter Plankaert, die zijn renners graag offensief ziet koersen. Als plan A met Wallace niet slaagt, hebben ze nog altijd een aantal andere ijzers in het vuur bij de achtervolgende groep. Maar op Wallace zit op 34 kilometer van de streep niet veel verval. Bij de achtervolgers zijn er een aantal net op tijd wakker geworden. 4 man trekken in de tegenaanval. Ralf Matska, Dimitri Klaes, Wout van Aert en Tim de Klerk, een ploegmaat van leider Wallace. Zij komen terug tot op 35 seconden. De voorsprong van Wallace slinkt snel en hij beslist wat spaarzamer om te gaan met zijn krachten. Als deze jongens erbij komen, zit Topsport Vlaanderen terug met een numeriek overwicht in de spits van de wedstrijd. Wallace wordt net voor het ingaan van de 3 plaatselijke ronden gegrepen en op dat moment zet Tim de Klerk aan. Zijn aanval wordt gepareerd door Wout van Aert en in de achtergrond is ook een tweede groepje achtervolgers op komst. Bij Van Aert stroomt er natuurlijk veldrijdersbloed door de aderen en dat betekent maar 1 ding, koersen. Deze keer is het de onbekende Duitser Rafael Matska die de 3 achtervolgers terugbrengt in het zog van de aankomstzone, waar ondertussen half Merksem heeft postgevat. Het vijftal komt weer samen op de streep en daar gaat nogmaals Wallace. Maar deze keer laat niemand begaan. Nog een groepje achtervolgers komt terug en meteen na de aansluiting demareert Oliver Naassen, een neoprof van Topsport Vlaanderen.
Robin Stenwy is ook kunnen terugkeren en springt meteen op het wiel. 24 seconds is the gap now. Deze Oliver Naassen is overgekomen van Team Siebel en pakte begin deze maand zijn eerste profzege in de Polynormande. Hij en Stenwy zijn leeftijdsgenoten en kennen elkaar dus goed van hun periode bij de belofte. Op 2 ronden van het einde heeft ons kopduo nu 34 seconden voorsprong op een achtervolgende groep waar de organisatie compleet zoek is. Het ziet er voor deze twee op 16 kilometer van het einde alsmaar beter uit. Tim Merlier, Wout van Aert, Jelle Wallaes, Tim de Klerk, Kevin Ista, Dimitri Klaes, Juri Stallaert, Dylan Groenewegen, Wouter Mol en Tim Arissen. Dat zijn de 9 achtervolgers op Naassen en Stenwy. Vanuit de lucht ziet een voorsprong van 40 seconden er zo uit. U hebt het al langer begrepen, als deze twee niet te snel gaan surplassen, komen de jongens uit de achtergrond te kort voor de overwinning. En bij de achtervolgers komen nog Rafael Matska, Ludwig de Winter, Gorik Gardijn, Patrick van der Duin en snelle mannen als Edouard Teuns en Antoine Dumoitier aansluiten. Naassen en Stenwy gaan ondertussen met minder dan 10 seconden voorsprong de laatste kilometer in. Naassen weet dat Stenwy normaal gezien de snelste is en dringt hem de kop op. De overwinning gaat sowieso naar een beloftevolle Belgische wielrenner. Naassen wil er een lange sprint van maken en zet al van ver aan. Stenwy vangt hem op, houdt even gelijke tred en komt er dan makkelijk over. Al vroeg zet hij zijn zegengebaar in en ijzona wordt Stenwy nog verrast door de eindjump van Naassen die net te laat komt. Tim Merlier wint een paar tellen later de sprint voor de derde plaats. Maar deze Robin Stenwy bezorgt Wanty na de grote prijs Chefsgeres met Björn Leukemans en de druivenkoers met Jérôme Bonny al het derde feestje op 1 week tijd. Vanuit de lucht nog eens de bizarre. Quel sprint impressionnant. J'ai tout donné aujourd'hui. C'était une course assez spéciale. Bon, il y a eu la course neutralisée et tout ça et fallait rester concentré toute la journée. Et ouais, au sprint, bon, je me savais un peu rapide mais j'étais cuit. Et Olivier Naassen est rapide aussi et est très fort aujourd'hui donc mais ouais, c'est, je suis trop content. Quelle est ta première impression du course? C'est une course super, très franchement, c'est la première fois qu'on a ça en Belgique. Et c'était vraiment chouette. Dommage que ça a été un petit peu neutralisé, mais c'était vraiment super, vraiment amusant en plus, donc ouais, c'était chouette. Si je ne me trompe pas, tu es encore stagiaire, donc cette victoire, c'est superbe, non? Effectivement, je suis encore stagiaire chez Wanty Groupe Gobert. Et voilà, c'est super pour moi de gagner ici, pour moi et pour l'équipe. On est dans une très bonne spirale après les victoires de Björn Leukemans et de Jérôme Bonny. Je gagne aujourd'hui, c'est super. Graag een daverend applaus voor de winnaar, le vainqueur, Robin Stenwy. De Wanty Groep Gobert. En het is Karin Staes die de bloemen gaat ontvangen. Van de Schalk zelf, Robin Stenwy. 2, Oliver Naassen, 3, Tim Merlier. En ik zou zeggen jongens, maak de flessen maar open hoor.